Deze willen we graag onze petitie overhandigen over de AIDA 15, de International Development Association. Wij zijn van mening dat de AIDA voorwaarden stelt, economische voorwaarden onder ontwikkelingslanden, die zeer slecht uitpakken voor de bevolking en voor het milieu. Ik steun de petitie volledig. Wij hebben als GroenLinks al vaker gevraagd aan de regering om ervoor te zorgen dat de Wereldbank stopt met investeringen in fossiele brandstoffen. We moeten juist naar een duurzame energievoorziening in de wereld, vooral in ontwikkelingslanden. En de Wereldbank doet het op dat punt fout. Deze actie is om aandacht te geven aan de petitie die we vandaag hebben overhandigd. Die hebben we overhandigd aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën en die voor Buitenlandse Zaken, maar ook aan minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking. En de petitie die gaat over de International Development Agency. Dat is een onderdeel van de Wereldbank. En die doet een soort inzameling van geld bij allerlei donoren. En Nederland heeft 700 miljoen euro ter beschikking gesteld. De SP vindt dat zowel het IMF als de Wereldbank nu echt moeten gaan veranderen. Deze instellingen moeten echt hun beleid aanpassen, stoppen met het neoliberale voorwaarden aan het beleid stellen. En dan hebben ze gewoon een probleem. Ik zou nooit willen overgaan tot het totaal niet stellen van voorwaarden, want het gaat wel om geld wat ik vind dat bij de armsten terecht moet komen. Ik vind wel dat de Wereldbank en ook het IMF fors zit aan het aantal voorwaarden. Wij stellen ons ook elke dag op het standpunt dat die minder moeten worden, omdat ik geloof dat een te groot aantal voorwaarden die ook negatief kunnen uitwerken op geen enkele manier bijdragen aan wat tegenwoordig zo mooi heet het ownership van ontwikkelingslanden. Wij zijn dus eigenlijk van mening dat de Nederlandse regering geen geld moet geven aan de IDA, eigenlijk als een soort drukmiddel om van de Wereldbank te eisen dat ze enerzijds geen voorwaarden, geen economische voorwaarden stellen, misschien wel andere, maar geen economische voorwaarden aan de ontwikkelingslanden in ruil voor leningen. En het andere is dat ze dat ze eigenlijk die fossiele brandstofprojecten moeten uitfaceren, dus langzamerhand moeten stoppen.